Monika en haar man Peter gaan door een hel. Al 15 jaar houden ze rotweilers. Gistermiddag ging het gruwelijke mis toen een buurjongetje dat op bezoek was, op een onbewaakt moment naar buiten liep. Vier honden vielen aan. Ze zijn dus daar over het hek gekomen en ze hebben hier het jongetje dus gebeten. Nou, het werd gewoon echt gebeten en gescheurd. Echt gescheurd? Ja. ja, gewoon scheuren, ja. Zoals een rotweiler dus. Waarom? Dat is mij nog steeds een raadsel, want ik weet het niet. Want. Ze doen normaal nooit zoiets. Deze andere hond probeerde het kind samen met deze nog te beschermen. Met de hulp van toegesnelde buren kon Monika het jongetje ontzetten. En hoe gaat het met hem, met Nick? Nick is tot zover stabiel, zolang er geen, uh, geen infecties bij komen. Dus we wensen dan ook de familie heel veel sterkte toe. En wij steunen elkaar ook heel erg en we zullen hun blijven steunen. Want dit is nooit onze bedoeling geweest dat dit natuurlijk zou gebeuren. Monika vertelt het verhaal zakelijk, maar na het interview komen de tranen. Het gaat om het zoontje van goede vrienden. Daarom hebben ze direct een overleg met de dierenpolitie besloten de honden... dit is een puppyfoto van eentje... in te laten slapen. De twee die het slachtoffer beschermden zitten bij een gedragstherapeut. Ik weet dat het het beste is. En ik weet dat het beste keuze is geweest. Maxie, kom maar. Wat er mis is gegaan kunnen ze ook bij deze speciale Rotweiler school niet zeggen. Wel dat het moeilijke honden zijn. Ze zijn niet bij het graag, absoluut niet. Maar ze zijn dominantie en bijtgraag. Dat ligt ver uit elkaar. Maar het zijn niet de makkelijkste honden. Integendeel, het is een hond voor gevorderden. De asielspuilen op het moment uit van zulke honden voor gevorderden. Mensen beginnen te makkelijk aan zo'n stoere, agressieve hond. Per jaar zijn er tienduizenden bijtincidenten. Er zijn weinig prikkels nodig om een bepaald level te bereiken. En uh, ja, niet altijd een hond voor een starter. Dus het is heel belangrijk dat mensen goed van tevoren nadenken waar ze aan beginnen. Of Monika en Peter verder gaan met de Rotweilers. Dit zijn er twee die niet bij het incident betrokken waren. Dat weten ze nog niet.